Wij openen met elkaar de schriften vanmorgen in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Efeze, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Wij beginnen te lezen bij hoofdstuk 3, vers 14 en lezen door tot en met hoofdstuk 4, vers 6. En vanmiddag zullen we naar de rest van hoofdstuk 4 luisteren. Dus dan weet u dat alvast, dat vanmiddag Efeze 4 de schriftlezing zal zijn. Vanmorgen beginnen we dus te lezen bij hoofdstuk 3, vers 14. En daar schrijft de apostel Paulus het volgende, en het komt als het woord van God tot ons. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Tot zover de schriften deze morgen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, weten jullie hoeveel kerken er in 's-Gravenzande zijn? 7 of 8? Het zijn er in ieder geval veel. En weet je, vanmorgen gaat het in de preek over de ware kerk van Jezus Christus. Hey, welke kerk is dat? Is dat eentje en de rest niet? Of zijn ze allemaal een beetje kerk? Hoe zit dat eigenlijk? Wat is de echte kerk van de Here? Oh, denkt iemand, vanmorgen gaat het over de kerk. Moeten we het daar echt over hebben? Is het niet, dat is toch niet echt opbouwend om al die verschillen te benadrukken? Laten we het maar over een ander onderwerp hebben, wat meer samenbindt. Sowieso heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel met al die landelijke kerkverbanden. Als het plaatselijk maar fijn is. De kerk. Gemeente, die staat in onze tijd onder druk. En dat heeft allerlei oorzaken, van binnenuit en van buitenaf. De kerk ligt onder vuur. Al is het alleen maar omdat er zoveel kerken zijn, die allemaal zeggen kerk van Christus te zijn. Wat verwarrend. En daarnaast, onze tijdgeest van individualisme en zelfredzaamheid en het negatieve sentiment over landelijke instituten, dat zorgt ervoor dat je nogal eens opmerkingen hoort als, ja, ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk als instituut niet voor nodig. Of, de kerk, veel te formeel. Ik kom wel met een paar vrienden in een huiskamer samen om over Jezus na te denken en met elkaar liederen te zingen. Of, ja, God is prima, maar zijn grondpersoneel niet. Daar houd ik me ver van. De gemeente,
Ondanks alle bezwaren en ondanks alles wat er op de kerk is aan te merken, mogen we vanmorgen met vreugde en dankbaarheid gaan stilstaan bij de kerk. En ik hoop en bid dat u bij het horen van de Bijbelse betekenis van de kerk uit liefde tot God u daarbij zult voegen en daaruit zult leven. En laten we nu allereerst met elkaar de catechismuszondag lezen die aan de beurt van behandeling is. Dat is zondag 21, vraag en antwoord 54. Wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? En dan luidt het antwoord: dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft uitverkoren, door zijn geest en woord, in de eenheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Wij leggen dit naast het gelezen schriftgedeelte Efeze 3 en 4. En de kerntekst voor vanmorgen is vers 4 tot en met 6, waar Paulus schrijft: één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Tot zover. Het thema van de preek is de ware kerk van Jezus Christus. De ware kerk van Jezus Christus. En we lopen de vier kenmerken langs die in de geloofsbelijdenis worden genoemd van die kerk. Dat is een kapstok om de preek vanmorgen te kunnen volgen. De kerk is één, ze is heilig, ze is algemeen en ze is christelijk. Eén, heilig, algemeen en christelijk. Jongelui, Paulus die laat zich niet tegenhouden. Al zit hij in Rome gevangen en kan hij de christelijke gemeente van Klein-Azië, het huidige Turkije, niet bezoeken, hij blijft betrokken. Hij bidt voor ze, hij schrijft brieven. En een van deze brieven ligt vanmorgen voor ons. De brief aan de gemeente van Efeze. In deze havenstad is namelijk een christelijke kerk ontstaan. Verschillende keren heeft Paulus deze gemeente bezocht. Ja, tijdens zijn derde zendingsreis heeft hij er zelfs 3 jaar gewoond. Dus hij heeft een band met deze gemeente. Hij kent de mensen, weet wat er speelt. En zijn brief, het is één lang betoog. Na een lange lofprijzing op God benadrukt hij de eenheid die er is gekomen sinds de komst van de Heer Jezus. Jood en heiden worden door het geloof in de Messias weer één. Samen zijn ze door genade huisgenoten van God geworden. En nadat hij aan het slot van hoofdstuk 3 zijn gebed om de verdieping van het geloof van de gemeenteleden heeft gebeden en heeft gedeeld, begint hij vanaf hoofdstuk 4 de gemeenteleden op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus gelovigen van Efeze, zo drukt Paulus op het hart, deel uitmaken van de christelijke gemeente betekent dat je een christelijke levenshouding zal moeten hebben. Leef bij wat past bij je roeping. Je roeping, ja. Een christen is geroepen. God heeft hem geroepen uit de donkere wereld tot het wonderbare licht van het rijk van de Heer Jezus. En jongelui, daarom wordt de kerk ook wel gemeente genoemd. Hoe bedoelt u? Nou, de letterlijke betekenis van het Griekse woord gemeente is ergens uitgeroepen zijn. Dus de gemeente van Jezus Christus hoort niet meer bij de zondige wereld, maar is daar uitgeroepen en hoort nu de heilige God toe. Het is een groep mensen die niet meer voor zichzelf leven, maar voor de Heere. En dat niet alleen. Gelovigen leven ook voor elkaar. Ze horen bij elkaar. En dat zien we in de betekenis van het Hebreeuwse woord dat wij vertalen met gemeente.
Dat betekent namelijk letterlijk bijeengeroepen of samengeroepen. Met andere woorden, gelovigen die horen niet meer bij de wereld. Die wereld die leeft zonder goed, zonder God en doet waar hij zelf zin in heeft. Nee, God heeft zijn gelovigen eruit geroepen, zodat ze als een nieuwe gemeenschap leven voor God en elkaar. En broeders en zusters, alleen dit al betekent de doodsteek voor ons individualistisch levensgevoel. Alsof je als gelovige op jezelf zou kunnen staan. Naar eigen believen een groep mensen zou kunnen uitzoeken met gelijkgezinden. Nee, de kerk is principieel een groep gelovigen die elkaar niet uitzoekt, maar die door God aan elkaar gegeven is. Dus ook die ene broeder of zuster in de gemeente waar u niets mee heeft, die zelfs in uw irritatiezone zit. Het voelt misschien niet zo, maar omdat u beide bij de gemeente van Christus hoort, bent u één in hem. En zo komen we bij het eerste kenmerk dat de apostolische geloofsbelijdenis noemt van de ware kerk. Dat ze één is. Ja, de catechisme is op dit punt niet heel duidelijk. Maar in de geloofsbelijdenis staat, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Geen lidwoord, maar een telwoord. Niet een, maar één. Kenmerkend voor de kerk van Christus is dat ze één is. Er is maar één lichaam, zegt Paulus in vers 4. En al Gods kinderen horen bij dat ene lichaam van Christus. Ze hebben dezelfde geest in hun hart wonen en ze laten zich leiden door diezelfde hoop en verwachten de vervulling van de heerlijke belofte die in het vooruitzicht ligt. De kerk is één. Vers 4. Eén lichaam en één geest, zoals u geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Ja, maar dat is toch helemaal niet zo? Jongelui, de kerk is helemaal niet één. Je hebt er vele. Rooms-Katholieke kerk, de PKN, Hersteld Hervormd, Gereformeerd, Evangelisch, Vrijgemaakt, noem maar op. 10 lichamen en 1 geest? Nee, 1 lichaam en 1 geest. Oh, zo denken dan velen in onze postmoderne tijd. En misschien denk jij dat ook wel. Het maakt dus niet zo heel veel uit bij welke kerk je hoort. Want overal zitten waar gelovigen vast en zeker. Dus voor ieder wat wil. Iedere kerk heeft zijn eigen voorkeur en eigen smaak. Ik, de CGK. Jij evangelisch en een volgende rooms, als je maar in Jezus gelooft en van hem houdt. Nou, gemeente, zo is het ook weer niet. Want niet alles wat zich kerk noemt, is bijbels gezien ook kerk van Christus. De eenheid van de ware kerk wordt gevonden in de verbinding aan Christus. Het is een eenheid in waarheid. En precies dat maakt het zo moeilijk. In het lichaam van Christus moeten ziekten geweerd worden, dwaaleraars geweigerd, zo zegt de schrift keer op keer. En als Jezus bidt om de eenheid van zijn kerk, voegt hij er direct aan toe, Heere, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En ja, vroeger vonden op grond daarvan soms kerkscheuringen plaats over hele kleine meningsverschillen, die zeker niet kerkscheidend hoeven te zijn. Maar in onze tijd is het gevaar eerder groter om op grond van gevoel en wat losse kreten over Jezus te snel te spreken over dat ene lichaam, die ene geest, en het ene geloof en het ene hoop. Want de eenheid ligt in het samen willen buigen voor Gods waarheid. En dat maakt het zo ingewikkeld. Om goed te kunnen onderscheiden waar het nu werkelijk op aankomt. Wat de Bijbelse kernboodschap is.
wat scheidend is. Dingen die pertinent geweerd moeten worden in de kerk. En wat bijzaken zijn waar we elkaar in mogen vrijlaten. Gemeente, het is zoals onze generale synode vorig jaar heeft gezegd. Wij mogen geen kerken of christenen uitsluiten die God niet uitsluit. Maar ook niet insluiten wat Hij niet insluit. En daar komen we als christenen helaas niet uit. Allerlei tegengestelde visies op verbond en doop en geloof en hermeneutiek, om een moeilijk woord te gebruiken, ze zorgen ervoor dat Gods kinderen gescheiden van elkaar optrekken. Een gemeente, dat moeten we wel als zonde blijven zien. Dat de kerk van Jezus Christus verscheurd is. Want was er geen zonde, dan was de kerk ook niet gescheurd geweest op de aarde. Vanwege al die verschillende meningsverschillen. Dan zouden we als broeders van hetzelfde huis in liefde samenwonen. De verdeelde kerk is zonde. Ja, ervaren wij dat nog zo? Doet het u pijn dat de kerk gescheurd is? Dat Gods kinderen te vinden zijn in zowel gereformeerde gemeenten als evangelische gemeenten? En dat men elkaar op allerlei punten niet begrijpt? Het snijdt door Jezus' ziel dat zijn lichaam op aarde in stukken ligt. Laten we ons hoofd maar buigen en de Heere schuld belijden. Ja, de hoogspanning in onze eigen christelijke gereformeerde kerken, dat komt niet alleen door een fundamenteel theologisch meningsverschil, maar het komt vooral omdat we elkaar uit het oog zijn verloren. Er is wederzijds wantrouwen. En de geestelijke eenheid die er op papier nog is, die wordt niet tot nauwelijks meer ervaren. En broeders en zusters, bij alle verdeeldheid binnen de kerken hebben we de oproep van Paulus uit Efeze 4 zo hard nodig. Want deel uitmaken van de christelijke gemeente betekent dat je ook een christelijke levenshouding moet hebben. Leef wat past bij je roeping. Nee, sluit geen compromissen met de waarheid, maar zoek andere christenen wel op. Ja, de voorwaarde voor zo'n leven is wel dat je persoonlijk de geest van God hebt ontvangen. Want anders kan je jezelf niet beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Waar Paulus toe oproept in vers 3. Het is nodig, wat Paulus in zijn gebed uitspreekt, hoofdstuk 3 vers 17, dat Christus door het geloof in je hart woont. Wij allemaal, even uitgaande dat wij allen gedoopt zijn, wij allemaal horen bij de zichtbare kerk. We worden allemaal christen genoemd. Maar de vraag is of wij ook al lid zijn van de onzichtbare kerk. De kerk van de echte christenen. Die vallen niet samen, al kun je ze ook weer niet van elkaar scheiden. Twee kanten van die ene gemeente. Er zit helaas kaf onder het koren. Maar als een lid van de zichtbare kerk legt de Heere zijn hand op u, jou en mij. En hij claimt ons leven. En via de verkondiging van zijn woord roept hij op tot geloof en bekering. Zodat wij ook bij die onzichtbare kerk gaan horen. Ja, met zijn geest schenkt hij de wedergeboorte. Zodat hij genade kan uitdelen aan een ieder die met een verbroken hart en verslagen geest vanwege zijn zondaarsbestaan zich tot Christus wendt. Neem die persoonlijke vraag in ieder geval mee vanmorgen. Als we nadenken over de kerk. Woont Christus door het geloof al in mijn hart? Dan ben je lid van die ene ware kerk van Christus. En in die weg kan je heilig gaan leven, overeenkomstig je christelijke roeping. Tweede kenmerk wat genoemd wordt van de ware kerk.
Hij is één en hij is heilig. De kerk van Jezus Christus is een heilige kerk. Wat betekent dat, jongelui? Heilig. Niet dat je zondeloos bent, helaas is de kerk dat heel vaak niet. Niet volmaakt, tot onze schaamte moeten we zeggen dat de kerk soms eerder een anti-reclame is van de Heere. Toch is de kerk heilig. Dat is apart gezet. Apart gezet van de zondige wereld om toegewijd aan God te gaan leven. En daarbij deelt ze in de volkomen heiligheid van de Heer Jezus. En dat zie je bijvoorbeeld in de brief van de gemeente van Korinthe. Jongelui, ik weet niet of jullie dat weten, maar als er één gemeente is die dwaalt en faalt, die in zonde leeft en door Paulus tot bekering moet worden geroepen, dan is het wel de gemeente van Korinthe. Een hele scherpe brief. Maar weet je hoe deze felle brief begint? Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. Vind je het geen wonder? Ook die dwalende kerk van Korinthe was in Christus aangenomen en in hem geheiligd. Dat is onverdiende goedheid van boven. Ja, maar hoe ontvangen zondige mensen dan Jezus heiligheid? Door het geloof. Het geloof waar Paulus in vers 5 over spreekt. Eén Heer, één geloof, één doop. En bij geloof moet je hier niet denken aan onze daad van geloven, maar aan de inhoud van het geloof. Ofzo Jezus Christus en die gekruisigd. Want of ons geloof nu sterk is of zwak, de inhoud is hetzelfde. Wat voor christen je ook bent, het ware geloof draait om Christus. En in hem zijn christenen één. Dat is de eenheid van het ware geloof, zoals de catechismus dat zegt. Niet allereerst kerkelijke instituten. Het ware geloof verbindt Gods kinderen met elkaar. Ze zijn heilig in hun Heere Jezus Christus. En gemeente, vanuit dat feit klinkt de oproep om heilig te leven, zoals past bij je geestelijke roeping. Ook na ontvangen genade hebben we die oproep blijven nodig. Want ja, kinderen van God, moet eens horen vanmorgen. U bent heilig. Hoort u dat? U bent heilig in de Heere. Betekent dat ook dat u ook altijd heilig leeft? Nou, u kunt zelf het antwoord toch geven. Helaas niet. Daarom klinkt ook vanmorgen de oproep. Leef wat past bij je roeping. Wees heilig, want de Heere, onze God, is heilig. Oké, hoe ziet zo'n heilige levenswandel eruit? Hoe kan de eenheid van de kerk ervaren worden? De apostel die noemt in vers 2 4 dingen wat kenmerkend hoort te zijn voor een christen en voor de christelijke gemeente. En laat het vanmorgen maar als een spiegel voor ons zijn. Dit zijn de dingen die bij een heilige levenswandel horen. Het eerste wat Paulus noemt is nederigheid. In de Griekse cultuur een verschrikkelijk woord, maar laat het voor ons een erewoord zijn. Nederigheid, allereerst richting de Heere God. Blijf beseffen dat je gering en onwaardig bent, dat je totaal afhankelijk bent van Gods genade. Als je realiseert hoe groot en heilig God is, dan zijn wij maar kleine en zondige mensjes. Wie ben ik dat ik het beter denk te weten dan de Heere? En vanuit die nederige houding richting God komt er ook een nederige houding richting medegelovigen. Jezus was immers zelf ook nederig van hart. In navolging van hem
Mag je leven waarin je niets uit eigen belang doet, maar in de ander voortreffelijker acht dan jezelf. Zo hoort het er in de heilige gemeente van Christus aan toe te gaan. We zijn nederig en van daaruit ook zachtmoedig. Het tweede wat de apostel noemt. Je respecteert vanuit een nederige houding andermans waardigheid. Ook als jij diegene moet corrigeren of als diegene jou corrigeert. En zachtmoedigheid, dat is niet dat je soft bent, maar je zoekt in liefde de ander. En je ziet hem staan om wie hij is. Zachtmoedigheid staat tegenover zelfhandhaving en vergeldingsdrang. Nu wees als heilige gemeente zachtmoedig, zoals Christus de zachtmoedige is. Ja, dan kan het niet anders dan dat het volgende kenmerk, wat Paulus noemt, ook in de gemeente aanwezig zal zijn. Geduld. Wees een vrucht van de geest. Geduld opbrengen voor je medebroeder in de gemeente. Omdat je weet dat God ook ontzettend geduldig met jou is. Het geheim van geduld is dat je alles overgeeft aan God en erop vertrouwt dat Hij ervoor zal zorgen. Gemeente van Efeze, zegt Paulus, en vanmorgen mogen we wel zeggen, gemeente van Schravenzande, wanneer wij zo wandelen, waardig de roeping waarmee God ons geroepen heeft, ja, dan zullen we elkaar in de liefde verdragen. Vers 3. En wordt er iets van die eenheid en heiligheid van Gods ware kerk zichtbaar. Wanneer we onrecht moeten verduren, bij de ander dingen zien die ons niet aanstaan, als mensen onvriendelijk richting ons zijn, we verdragen elkaar in de liefde. Nee, dat betekent niet dat je als losstand leeft. De ander zijn ding laat doen, niet zou mogen waarschuwen of grenzen zou kunnen trekken. Je verdraagt elkaar in liefde, inderdaad. En in dat woord zit dat je ook verantwoordelijk voor elkaar bent. Maar ik probeer die ander niet te maken tot een kopie van mezelf. Ik respecteer die ander. Laat bijzaken rusten en zoek de eenheid in Christus. En als we zo leven, dan beijveren we dus de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Vers 3. De gemeente, als we dit zo allemaal tot ons door laten dringen. Ziet u nu wat er verkeerd gaat in onze kerken? Ten diepste hebben we een geestelijk probleem. De heiligheid is weg. De een legt in ongehoorzaamheid onderling gemaakte afspraken over fundamentele zaken naast elkaar. Een volgende veroordeelt liefdeloos en een derde wil de lieve vrede bewaren ten koste van de waarheid. De enige uitweg is ons gezamenlijk voor God verootmoedigen. Aan de voet van het kruis elkaar als broeders en zusters in Christus leren erkennen. En ons gelovig houden aan onze belofte ons te voegen naar kerkelijke besluiten. Ja, we mogen dat doen met het besef dat de ware kerk van Christus Jezus breder is dan alleen ons kerkverband. Gelukkig maar. En daarmee kom ik bij het derde kenmerk dat de apostolische geloofsbelijdenis van de kerk noemt. Wat was dat ook alweer, jongens en meisjes? De kerk is 1. Ze is heilig en ze is algemeen. Wat betekent dat? Nou, de catechismus die zegt dat de kerk uit mensen bestaat uit het hele menselijke geslacht. Oftewel alle soorten mensen. Van het begin van de wereld tot aan het einde. Dus de kerk is van alle tijden en plaatsen. Weer zoiets om je over te verwonderen. In ieder land wonen christenen.
Of je nu jong bent of oud, hoog of laag opgeleid, een 21ste eeuwse Nederlander of een 12e eeuwse Egyptenaar, samen vormen we die ene kerk van Christus. Dat relativeert enerzijds allerlei binnenkerkelijke discussies. Anderzijds wordt het belang om de waarheid onverkort vastgehouden daardoor juist versterkt. De onderlinge samenhang met al die verschillende mensen uit allerlei talen en culturen, die vinden we in Christus. Om hem gaat het in de kerk. Hij is het onderwerp van alles. We zullen hem niet uit het oog moeten verliezen en hem vervangen voor een of andere surrogaat Jezus. Zonder de ware Jezus zou de kerk niet bestaan. En gemeente, dat laat de hoofdzin van de catechismus ook zien. Jezus is de handelende persoon. Hoe staat het er? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente, en dan volgen er een paar bijzinnen, vergadert, beschermt en onderhoudt. Dat doet Jezus. Hij is die ene Heer van de kerk, waar Paulus in vers 5 over schrijft. En hij verbindt Gods kinderen van alle eeuwen en plaatsen aan elkaar. En jongelui, weet je, wij zijn niet de eerste generatie gelovigen. Gelukkig niet. Wij staan op de schouders van Johannes en Petrus, van Augustinus en Athanasius, van Thomas van Aquino en Calvijn, om maar een paar grote belangrijke mensen uit de kerk te noemen, van Guido de Debray en van onze gelovige opa's en oma's. Nu, dat de kerk algemeen is, dat betekent dus dat wij ook met al die miljoenen christenen die voor ons leefden, verbonden zijn. En dat wil ik vanmorgen een keer benadrukken. Want voor de versterking van ons geloof hebben we hen nodig. Want over alle onderwerpen waar christenen vandaag de dag over nadenken, is al 2000 jaar over nagedacht. En je zou jezelf en de Heer het tekort doen als je daar geen gebruik van maakt. Wij hebben iedereen nodig om de liefde van Jezus te leren kennen. Paulus bidt dat Christus in onze harten komt wonen en we in de liefde geworteld en gefundeerd zijn op dat. Dus met als doel, hoofdstuk 3 vers 18, opdat we ten volle zouden kunnen begrijpen met alle heiligen. Dat zijn dus de heiligen die nu leven en de heiligen die ons al voor zijn gegaan, die al zijn gestorven. Met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is van de liefde van Christus. Dat we die leren kennen. De kennis die de kennis te boven gaat. Opdat we vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. En broeders en zusters, daar zal het ons toch om te doen moeten zijn. Dat ons leven vol wordt van God. Dan leven we als christen overeenkomstig de roeping waarmee we geroepen zijn. Wordt de Heer Jezus in ons leven zichtbaar. Ja, dan draait alles in ons doen en laten om hem. En daar verlangt u toch naar, toch? Of niet? Zo komen we nog bij tenslotte het vierde kenmerk dat de apostolische geloofsbelijdenis van de ware kerk noemt. 1. Heilig, algemeen, christelijke kerk, inderdaad. Het gaat in de kerk om Christus. Hij mag niet tekort gedaan worden. Jezus is de Heere. In alles heeft hij het voor het zeggen. Jongens en meisjes, denken jullie dat het woord kerk in de Bijbel staat? Nee, staat er niet in. Het woord kerk komt van het Grieks woord kuriake en dat betekent van de Here.
Nu, in het geloof gaat het om de Here. Hij wordt steeds groter voor jou en jij wordt steeds kleiner. Dat is een kenmerk van de ware kerk van Jezus Christus. Laat ik het heel eenvoudig zeggen, jongens en meisjes. In de kerk zijn de mensen enthousiast over Jezus. Ze willen niet meer zonder hem leven. En hebben daar alles voor over om de Heer Jezus maar te leren kennen. En hem te volgen en lief te hebben. En ja, broeders en zusters, om zo te leven zullen wij levende lidmaten van de kerk moeten zijn. Ik noemde net al even het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk. De catechismus die besluit het antwoord met het hebben over levende lidmaten. Zonder de Heilige Geest ben je een dode lidmaat van de kerk. Kan je niet die gezindheid van Christus hebben? Is er geen heiligheid en geen dienende, zichzelf verloochenende liefde? En zo wil ik vanmorgen richting het einde van de preek deze vraag op uw hart binden. Ben jij al een levend lidmaat van de gemeente? Hoe je dat kunt weten? Zullen we eens te raden gaan bij ons voorgeslacht? Onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, zegt dit. Levende lidmaten worden gekenmerkt, ik lees het u voor, door het geloof. Wanneer ze na de enige zaligmaker Christus aangenomen te hebben, de zonde ontvluchten, de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet naar rechts of links afwijken, hun oude mens met zijn werken kruisigen. Dat wil niet zeggen, zo gaat het artikel verder, dat er geen zwakheid meer in hen zou zijn. Maar door de geest strijden ze daar elke dag tegen, hun leven lang. Ze nemen voortdurend de toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. In wie zij vergeving van hun zonde hebben, door het geloof in hem. Herkent u zich in deze beschrijving? Nee? Voelt u schroom? Aarzeling? De Zoon van God vergadert zich nog steeds in gemeente tot het eeuwige leven. Jezus is ook vandaag bezig om mensen uit de duister te roepen tot zijn wonderbaar licht. Zoek het dus bij hem. Wees bezig met zijn woord. Bij uw doop werd u ingelijfd in de christelijke kerk. En God heeft toen heerlijke beloften over u uitgesproken. Wees daar biddens mee bezig. Want zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over u ontfermen. Want onze God vergeeft veelvuldig. Zo is hij. Door zijn woord en geest vergadert, beschermt en onderhoudt Jezus zijn kerk. Om het met de catechismus te zeggen. En gemeente, daarmee mogen we vanmorgen afsluiten. De Heere laat ons niet in de steek. Hoe groot de puinhoop ook is. Jezus ondersteunt. Hij geeft wijsheid. Hij wijst de weg die we te gaan hebben. Als strijdende kerk kunnen we ons vasthouden aan Jezus' belofte. Dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen. Wat een heerlijke wetenschap. Voor eeuwig zijn wij van hem. En zijn we bij hem veilig. Hij heeft ons met zijn bloed gekocht. En hij bewaart ons tot in eeuwigheid. Jezus zorgt voor ons. Al gaat de duivel tekeer. Jezus overwint. En in die overwinning zal de kerk voor eeuwig delen. We zijn als gelovigen met die God verbonden. Wij dienen, ja, wie dienen wij? De schepper van hemel en aarde. En wie is hij voor ons geworden? Onze Vader. Vers 6 van Efeze 4. Samen kinderen van de Allerhoogste God. De een heeft geen streepje voor als de ander, op de ander.
Als geestelijke broers en zussen hebben we één Vader die het gezag over ons heeft. En door Hem willen we ons laten gezeggen. En in Zijn kracht verlangen we te leven. Waardig de roeping waarmee we door de Heere geroepen zijn. En met Zijn geest wil Hij kracht geven. En zo mag de ware kerk van Jezus Christus zich eensgezind richten op God. Hem dienen en prijzen. Zo komt de kerk tot zijn doel. Leven zoals de Heer het bedoeld heeft. Op reis naar die eeuwige heerlijkheid. Waar alle strijd en gebrokenheid voor goed voorbij zal zijn. En de Heer alles en in allen. O, wat een voorrecht. Om bij de ware kerk van Jezus te mogen horen. Toch? Ja, leef in geloof. Waardig de roeping waarmee u geroepen bent, broeders en zusters. Denk toch aan de weldadigheid van onze God. Prijs Hem om zijn gerechtigheid en zing het mee. Ja, deze God, Hij is onze God. Hij is ons deel. Hij is ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, tot de dood toe zal Hij ons geleiden. Halleluja voor onze God. Amen.